Met onze buurtbus gaan wij het land door op zoek naar meningen over onderwerpen die spelen binnen de maatschappij. Elke aflevering leggen we één stelling voor, binnen en buiten de Randstad. Om zo een eerlijker beeld te krijgen van wat de Nederlander vindt. Deze week stopt Lieke in Amsterdam en ik in Barneveld. Er zijn meer dan twee genders. Ben ik het niet mee eens, denk ik, nee. En waarom niet? Er zijn mannen en vrouwen die zijn geschapen. Mm-hmm. En dat zie je ook in eigenlijk alle dingen. Je ziet het verschil tussen man en dan zie je het verschil tussen vrouw. Het meest normaal is, wat ik erover denk, dat eigenlijk een man is en een vrouw. Mm-hmm. Wat ze tegenwoordig doen is dat geen neutrale wc's en dat soort dingen. En ik vind dat het gewoon eigenlijk niet hoort. Maar de meeste mensen durven dan niet te zeggen dat er alleen een man en een vrouw is. Ik ben er niet heel veel mee bezig, maar ik denk van ja, jongens, doe even normaal, weet je wel. Er zijn meer dan twee genders. Ik heb meer zoiets van ja, of je bent man of je bent vrouw. En kijk, tuurlijk, je kan je anders voelen. En dat zou ik ook altijd wel gewoon respecteren. Maar ik denk dat je daar niet echt omheen kan of je een man of een vrouw bent. Als je kijkt naar je geslacht, ja, dat bepaalt natuurlijk ook wel wat je bent. Ja, weet je wat ik eigenlijk niet weet? Wat is nou eigenlijk een gender? Ik weet het niet. Ja, ik denk dat is een soort geslacht. Wat is een gender? Waar jij jezelf comfortabel onder voelt in je eigen lichaam? Ja, een vrouw die eigenlijk als man door het leven wil gaan eigenlijk. En een man eigenlijk die als vrouw door het leven wil gaan. Dat is een gender toch, of niet? Dan ben je volgens mij een transgender. En een gender is dan... Ik durf het niet te zeggen. Nee, echt niet. Seks wordt bepaald door de geslachtskenmerken die we natuurlijk hebben. Maar aangezien we ook heel veel dubbele kenmerken van beide kanten hebben, denk ik dat er echt wel meer is dan alleen man en vrouw. Kijk, waar ik vandaan kom is Afrika. Wij denken niet meer dan twee genders. Dus dan geloven we gewoon de traditionele genders. Okay. Man en vrouw. Je wordt geboren met een of het ander, maar waar je zelf voor kiest later in je leven, daar hou ik je niet in tegen. Ik denk niet dat je jongen of meisje hoeft te zijn. Je kan ook er tussenin zitten. Hoe identificeer jij jezelf? Dat weet ik nog niet helemaal. Nee. Ik denk dat ik nog gewoon een beetje aan het uitzoeken ben. En voor jou maakt dat ook niet uit? Nee. Ja, je hebt mannetjes en vrouwtjes, maar daartussen heb je ook nog van alles en nog wat. Die beruchte afkorting met al die letters. LHT en nog, nou van, ik weet niet verder, maar. En als een van jouw vrienden tegen jou zou zeggen van, voel me helemaal geen man, ik voel me geen vrouw. Ja, ik zou het misschien wel accepteren, maar ik zou er misschien wel iets minder mee praten. Ik zou wel denken van, gast. Van denk wel goed na voordat je iets zegt. Dus ja, ik vind het eigenlijk meer een soort bijzaak eigenlijk. Een homoseksueel, biseksueel, dat soort werk eigenlijk. Homoseksualiteit is ook bijzaak. Ja, tegenwoordig zijn er wel grotere onderwerpen waar je het beter eigenlijk over kan praten dan zulke dingen, vind ik. Bij het neuken, zeg maar, bij het vrije, doe ik ook zeg maar wat man hoort te doen. Of bij het kracht van mij dat ik zie, zeg maar. Ik voel me als een man. Dat is de realiteit van een man. Dus dan hoor ik ook naar dat toe te leven, zeg maar. Dat is het. Mag iemand zich anders voelen? Ja. Maar bijvoorbeeld om je om laten bouwen van als jij een man bent en je voelt een vrouw. Mm-hmm. Dat is in mijn optiek is dat zondig. Is dat niet hoe het bedoeld is. Maar wat zouden dat soort mensen dan in jouw ogen moeten doen? Ja, bij de Heer komen. Ja. Dat is eigenlijk echt. Want daar word je dan echt gelukkig. Laat in de reacties even weten wat jij van deze stelling vindt. Volgende aflevering zijn we ergens anders en ook weer met een andere stelling.